Sikki Krasenberg zet zijn muzikale avontuur voort in Amerika, waar hij deelneemt aan het populaire programma America Idol. Na maanden van anticipatie was afgelopen weekend eindelijk zijn auditie te zien. De grote vraag: heeft Sikki de verleizende jury weten te overtuigen met zijn zangtalent? In december verraste Sikki zijn volgers met het nieuws dat hij meedeed aan America Idol. Onder een Instagram-post schreef hij destijds: USA, hier kom. Come. Dreams come true. Het moment van de waarheid brak afgelopen weekend aan, waarbij Sikki het emotionele nummer Million Risons van Lady Kaga ten horen bracht. Al voordat hij begon met zingen, wist Sikki de jury, bestaande uit Lionel Richie, Katy Perry en Luke Bryan, te ontroeren met zijn persoonlijke verhaal. Hij deelde dat hij in Nederland niet als een al te likable persoon wordt gezien en naar Amerika is gekomen om de wereld te tonen wat hij in huis heeft. Sikki imponeerde de jury met zijn zangtalent en oogste na zijn optreden een staande ovatie. We're gonna race you up, zei Lionel Richie. Met drie overtuigende jaars van de jury is Ziggy nu door naar de volgende ronde. Trots deelde hij op Instagram: I did it. it. Dit succes bij American Idol is niet het enige hoogtepunt voor Ziggy in de afgelopen tijd. In december won hij samen met Quinn het eerste seizoen van Good Luck Guys. Op Instagram liet hij weten: Ik ben zo enorm trots op ons beiden, we hebben enorm veel meegemaakt samen en enorm hard voor onze plek gevochten. Ziggy sluit zijn bericht af met dankbetuigingen aan presentator Robert Rodenburg en de gehele productie voor deze fantastische ervaring. Het lijkt erop dat Ziggy inderdaad lekker bezig is.